Gaan we verder met het volgende onderdeel en dat zijn prijzen. En ik wil graag het hebben over de Future Talent Factory, waar de CWA voor heeft opgeroepen. Want van wie kunnen we nou meer leren dan van jong talent? En ik wil graag Annemieke Dols op het podium vragen. Zij is vicevoorzitter van de CWA en ook jurylid van de Future Talent Factory. Ja, dankjewel Birrit. Ik heb de eer om de prijs uit te reiken, maar ik vind het ook belangrijk om nog even toe te lichten waarom wij deze prijs in het leven hebben geroepen. Er waren eigenlijk twee belangrijke redenen. De eerste is dat we zochten eigenlijk een prijs waar mensen gewoon zichzelf voor mochten voordragen. Dus jonge mensen niet afhankelijk zijn van het afdelingshoofd, maar gewoon zelf kunnen denken van nou, Ik vind het leuk wat ik doe, ik ben er trots op, ik draag gewoon mijn werk voor deze prijs. En het andere wat we belangrijk vinden is dat, wat is wetenschap, wanneer is het belangrijk, wanneer heeft het impact? En dat is toch eigenlijk niet als je zulke ingewikkelde dingen doet en je vertelt het en de hele zaal denkt, nou, zij is blijkbaar heel slim, ik vind het heel moeilijk, ik kan het niet begrijpen. We zoeken eigenlijk een nieuwe generatie wetenschappers die gewoon wat ze aan het doen zijn juist heel erg goed kunnen uitleggen. Dus dat willen we ook een beetje stimuleren. Dus als je voor deze prijs wil aanmelden, dan sturen mensen een videootje van 90 seconden. Nou, ik heb ze echt weer met heel veel plezier bekeken. Doet me goed dat de nieuwe generatie ook erg handig is met die videootjes. Ja, het is nog wel een tip dat als je het toch vanuit je keuken doet, dat het wel handig is om de afzuigkap even uit te zetten. Het stoort best wel, ja. Hebben we dus die video's bekeken en daar hebben we een selectie uitgemaakt. En die hebben gisteren hun pechacucha's gegeven en dat is ook een manier van presenteren. Ja, ik vind het zelf heel aantrekkelijk om naar te kijken. We hebben best moeite gehad. Ik deed de jury samen met Eline Regeer. Maar we hebben uiteindelijk Anouk de Wit als winnaar gekozen. En ik zal niet haar ingezonden video laten zien, maar je mag wel je presentatie voor ons houden. Dat vinden we heel erg leuk om te zien. Floor is yours. Hallo, ik ben Zanouk en ik ga jullie iets vertellen over geslachtshormonen, depressie en man-vrouw verschillen. Ik promoveerde 1,5 jaar geleden op dit onderwerp onder leiding van Robert Schoefers, Erik Gilte en Marit Boer. Ik weet niet meer of ze hier zijn. Ik ben daarna even een tijdje kwijt geweest aan de neurochirurgie, maar ik ben inmiddels terug. Ik ga maandag in opleiding tot psychiater in het AMC. Maar ik moet wel door, want ik heb maar 6 minuten 40. Waarom ik hier ben, is omdat ik jullie mijn les uit mijn PhD wil delen. Namelijk dat er aanzienlijke man-vrouw verschillen zijn in depressie. En dat we die verschillen moeten omarmen als we de behandelingen voor zowel mannen als vrouwen willen verbeteren. Ik denk dat velen, eigenlijk iedereen hoort het te weten, maar de verschillen tussen mannen en vrouwen biologisch komen voort uit verschillende levels van hormonen en de regulatie daarvan. Maar toch doen we daar in de praktijk eigenlijk nog helemaal niets mee. Dat is best wel jammer, maar dat snap ik wel, want het is ook heel ingewikkeld. Maar die hormonen hebben wel een enorme impact. Hormonen kunnen vrij diffunderen over de bloed-hersenbarrière. En eenmaal in de hersenen kunnen ze binden aan receptoren op celkernen in gebieden die belangrijk zijn voor stemming en bijvoorbeeld depressie. Dus wat ik dacht dat ik hier ga doen, ik ga jullie proberen in 6 minuten 40 mee te nemen in mijn promotieonderzoek de afgelopen jaren, wat ik heb geleerd en wat ik denk dat aangrijpingspunten zijn voor behandelingen in de toekomst. En dat ga ik doen aan de hand van 2 levensfasen van de vrouw. Enerzijds de adolescentie, waarin de pil wordt gebruikt, en later in het leven de perimenopauze. Er zijn nog een tal van andere fases, maar daar hebben we geen tijd voor, dan moeten we proefschrift lezen. Dus we beginnen met de adolescentie. Want de adolescentie is een periode waarin 2/3 van de vrouwen de pil gebruikt. En de pil is fantastisch. Het voorkomt ongewenste zwangerschappen. Het vermindert menstruatieklachten.
Maar in die pil zitten natuurlijk geen suikers, er zitten synthetische hormonen in. Dus die hormonen hebben ook andere effecten, bijeffecten. En een veelbesproken bijeffect is depressie. En dat depressie ook vaker voorkomt, dat toonden we aan in 2 studies. Waarbij we lieten zien dat jonge vrouwen aan de pil van 16 jaar gemiddeld 20% meer depressieve klachten hebben dan hun leeftijdsgenootjes die op dat moment niet aan de pil zijn. Vervolgens lieten we ook zien dat dit effect aanhoudt. Dus ook op het moment dat die vrouwen 21 tot en met volgens mij 29 hebben gekeken, waren die vrouwen die tijdens de puberteit de pil gebruiken, hadden zij een hoger risico op het verkrijgen van een depressie. Nou, dat is best wel schokkend. En medialand ging er natuurlijk ook helemaal mee aan de haal. Maar de hamvraag is of dit een causaal verband is. En daarom deden we een netwerkmeta-analyse naar alle RCT-data op pilgebruik. En daarbij konden we gelukkigerwijs aantonen dat dit geen causaal verband was. Nou, toen dachten we enerzijds, jippie. Alleen was er nog een groot probleem. Namelijk de vrouwen die zijn onderzocht in de RCT's waren oud. En in dit geval is dat 28, dus het valt mee. Maar oude vrouwen zijn relatief minder gevoelig voor hormonen dan adolescenten. En daarbij hebben die vrouwen al heel veel ervaring met pilgebruik en daardoor is heel makkelijk een selectiebias heeft kunnen optreden in dit soort RCT's. Dat maakt dat we dus eigenlijk in oude vrouwen relatief veilig pil kunnen gebruiken. In jonge vrouwen weten we het simpelweg niet. Volgende fase is de perimenopauze. Dat is in de volksmond de overgang. En dat is een fase waarin hormonen heel erg gaan fluctueren als gevolg van eicellen die opraken. Nou, daar zijn opvliegers denk ik het welbekende gevolg van. Maar wat het effect is op stemming, dat weten we eigenlijk nog bijna niet. Daar is wel steeds meer aandacht voor. Dus dat maakt dat wij in samenwerking met Hedien Joffe, een professor uit Boston, een onderzoek hebben kunnen opzetten. Waarin we keken of hormoonfluctuaties van week tot week samenhing met meer of minder depressieve klachten. En wat we vonden is dat vrouwen die relatief veel hormoonfluctuaties ervaren, en dan met name in estradiol, dat die meer depressieve klachten ervaren dan vrouwen die relatief weinig fluctuaties hebben. Nou, als je dat soort resultaten extrapoleert, dan kom je natuurlijk met de oplossing, en dat is die hormonen stabiliseren. Nou, dat kun je doen met wederom de pil. Iets andere variant, maar ongeveer dat. Daar zijn 4 studies naar gedaan in hele kleine groepen en die laten totaal uiteenlopende resultaten zien. Waarbij we dus op dit moment nog niet kunnen zeggen dat dat effectief is, de pil voorschrijven met tijdens de perimenopausale depressie. We zijn een beetje op zoek van, ja, maar hoe komt dat dan? En we vermoeden dat er slechts een kleine groep vrouwen is die gevoelig is voor hormoonfluctuaties en dat het overgrote deel van die vrouwen die perimenopauze eigenlijk vrij vlekkeloos doorkomt. Er zijn ook nog twijfel of je misschien een ander type hormonen moet voorschrijven. Maar in ieder geval laten deze 2 fases zien dat er dus eigenlijk 2 periodes zijn in het leven van een vrouw waarin hormoonfluctuaties of pilgebruik op kunnen spelen en waarin depressieve klachten kunnen toenemen. En ook al weten we de klinische implicaties daarvan nu nog niet, het laat wel zien dat het 2 fases zijn. Daarbij zijn er nog tal van andere fases die we aan het onderzoeken zijn. Dat is met name de premenstruele fase als onderdeel van het premenstrueel syndroom of premenstrual dysphoric disorder in psychiatrieland. Of de andropauze is altijd ook nog de vraag of je dan testosteron zou moeten voorschrijven. En met alles geldt, we weten het gewoon nog niet precies hoe het zit, maar wat we wel duidelijk hebben is dat er dus hele grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat hormonen gedurende het leven telkens een andere rol kunnen spelen in depressieve klachten. En met deze onderzoeksgroep willen we die relaties duidelijk krijgen, zodat we uiteindelijk betere seksspecifieke behandelingen kunnen oprichten, zodat zowel mannen als vrouwen beter behandeld kunnen worden voor hun depressie. Je hebt ook een prijs, je hebt niet iets fysieks, maar volgend jaar 3 dagen congres. Nou. Gezellig. Ben je er weer.